Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Dit jaar was dat op zaterdag 23 september. Het initiatief van de Burendag komt natuurlijk van de Oranjefonds. Maar wij als bonuscommissie van de Triersappartementen hebben dit opgenomen om vandaag de Burendag te regelen. Als bonuscommissie, waarvan ik dan de vicevoorzitter ben op dit moment, omdat onze voorzitter in het ziekenhuis ligt, heeft dit geïnitieerd. En een aantal dames, 6 dames in dit geval, hebben dat opgepakt. En die zijn heel voorvarend aan de slag gegaan. Hebben dus wat projecten opgezet om deze Burendag te gaan organiseren en zo mooi mogelijk te laten verlopen. En wat wordt er nou georganiseerd vandaag? We zijn vanmorgen begonnen, of eigenlijk vorige week zijn we al begonnen, met het schilderen van een grote gang van bijna 50 meter. Met 3 meter hoog, we zitten 150 vierkante meter, hebben wij geschilderd. Althans, de dames hebben geschilderd. We hebben in dit gebouw, als bewonerscommissie, hebben we ook een klusgroep. En de klusgroep heeft dat uit eigen beweging gedaan, verf gekocht en geschilderd. Met toestemming overigens van Wonen Limburg en gesubsidieerd van Wonen Limburg. Het is niet op eigen initiatief, maar het is wel eigen initiatief, maar met toestemming van. Want je kunt niet zomaar gebouwen gaan schilderen. Gisteren en vandaag zijn de hele gang met 53 schilderijen gehangen. En die schilderijen zijn gemaakt door de bewoners van deze appartementen. Dus het is allemaal eigen productie wat op dit moment in de gang hangt, in de lange gang. Verder is er door de dames is er een barbecue geregeld. Vanmiddag hebben wij een bijeenkomst met koffie en gebak en taart en dergelijke. Daarna hebben we een spellenmiddag hier buiten. Wij doen een soort jeu de boule, maar het is geen jeu de boule, maar het is een soort Mulky Way heet het. Dat is een spel uit Noorwegen. Dat gaan we nu hier voor de eerste keer introduceren bij deze groep. Ik ben heel benieuwd hoe dat de reactie zal zijn, want het is voor mij ook de eerste keer dat ik het laat uitvoeren buiten. Dat zijn de spelletjes die we gaan doen. De dames zitten hier om de koffie te drinken, ze kunnen nog wat met elkaar kletsen. En vanavond om 6 uur hebben we een grote barbecue. Waar de spullen dus, als je achterkijkt, nu opgezet is. Wat hebben jullie georganiseerd voor vandaag? Ja, een barbecue straks. En we gaan dadelijk ook nog wat bloempotten schilderen om de straat een beetje op te fleuren. Ja, en voor de kinderen is er ook van alles te doen. We gaan schminken en een springkussen staat er ook. En voor de rest gaan we gezellige spelletjes doen. Ja. Is er een grote opkomst? Ja, bijna de hele straat doet mee. Ja, echt super. Ja. Is dit de eerste keer dat jullie het organiseren? Dat wij het organiseren wel, maar de straat heeft wel al vaker feesten gehad. Het is alleen de laatste jaren wat rustig gebleven, maar wij vonden het leuk. Dus we hebben de organisatie op ons genomen. Vandaar de grote opkomst. Ja. Zeker. Ja. Ook de Chopinstraat doet mee aan de Burendag dit jaar. Wie is de initiatiefnemer ervan om dit te organiseren? Ja, een van de initiatiefnemers ben ik, Mark Klaassen. We hebben samen met een aantal bewoners hebben gekozen om dit jaar ook de Burendag te gaan organiseren in de straat. Om de straat nog meer te verfraaien als dat we al gedaan hebben in de afgelopen jaren. En ja, het is te zien, de opkomst is goed te noemen. Nou hebben jullie vandaag ook activiteiten georganiseerd. Wat hebben jullie zoal gedaan? Wat we gedaan hebben is de onderste gedeelte van de lantaarnpalen. Die hebben een kleurtje gegeven met toestemming van de gemeente Venray. Dat ze ook als pilot willen gebruiken of ze daarmee beter opvallen voor de automobilisten in de straat. Omdat ze best wel kwetsbaar in de straat staan opgesteld. We hebben de bloembakken weer voorzien van nieuwe bloemetjes om de straat weer op te fleuren. En verderop in de straat hebben we wat straatschilderingen gemaakt. Spellen op het wegdek voor de kinderen om te gaan spelen. Dus lekker actief bezig geweest samen? Ja, gezellig samen met de buren. De straat verfraaid en overal tegelijk mee bezig. En nu op dit moment hebben we zelfs voor de kinderen nog suikerspin en popcorn geregeld. Dus mooier kan het eigenlijk niet.